Nederland is aansprakelijk voor de nabestaanden van geëxecuteerde mannen in Sulawesi. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. Een deskundige gaat nu kijken of de nabestaanden ook echt een schadevergoeding krijgen. Het OM vervolgt 3 agenten omdat ze op verdachten hebben geschoten. Daarbij was volgens het OM geen sprake van noodweer en hebben de 3 in strijd met hun instructies gehandeld. Nieuwbouw is weer een optie voor de Kuip. Nu de verbouwplannen niet meer doorgaan, kijken de projectleiders of nieuwbouw haalbaar is. De verbouwing loopt daardoor zeker 2 jaar vertraging op. Telecomproviders zijn niet meer verplicht om telecomgegevens te bewaren voor politie en justitie. De rechter heeft dat besloten omdat de wet inbreuk maakt op het grondrecht van privacy. Een verdachte van de moord op Boris Nemtsov heeft bekend dat hij gemarteld is. Volgens een lid van de Russische Mensenrechtenraad zou de man meerdere wonden op zijn lichaam hebben.